Zin in? Ja, heel erg. Ik kon het zien. John, wat vond je van het optreden? Ja, ik vond het optreden wel goed. Je bewegingen, de activiteit die je hebt, dat heeft ook iets van C.B. Milton zelf. Ik vond alleen jammer zelf dat je het refrein in de tweede stem zong in plaats van het originele, de originele toonsoort. Heb je daar een reden voor? Dat je dat ja, die reden is omdat het is heel erg hoog. Ja. Dus ik kan voor die hoogtoon, maar dan klinkt het zo scherp en dan doet het pijn in oor. Dus daarom zeg ik, oké, laat me niet voor anders stemmen. Moet ik een stukje doen? Kan ik een stukje doen? Doe maar een stukje. Doen. Maar toch, hiervoor werd wel gezegd door jullie niet altijd datzelfde hoge doen. Nee, maar dit is wel een nummer, ook in het origineel. Hij schreeuwt het werkelijk uit. En dat is wel lekker aan het nummer, dus ja. Ik miste dat een beetje. Oh. Als je dit niet doet, dan missen ze het weer, hè? Ja. Erik? Nou, het is niet dat je nu als een gek had moeten gaan staan ad libben of zo. Maar als de melodie hoog is, dan is hij niet zonder reden hoog. En dat is omdat je het uit moet schreeuwen, omdat je eigenlijk een beetje in wanhoopt. En dat kwam nu niet zo goed over, dus je speelde het wel aardig. Maar juist door die melodie, die je laag nam, kwam het minder over. Je hebt het wel aardig gedaan, ik vond het redelijk. Oké, dankjewel.